staan hier bij Jeroen de Zeeuw van restaurant Simpel. Ja, kan je wat meer vertellen over je restaurant? Dat is net geopend. Loopt het goed op het moment? Ja, we zitten bijna dagelijks vol, dus daar zijn we heel erg blij mee. We hebben wat goede recensies gehad. Dat helpt natuurlijk altijd bij een beginnend restaurant. Daarnaast horen we echt in de stad dat het een welkome afwisseling is voor Utrecht, dus daar zijn we heel erg blij mee. En hoe ben je erbij gekomen om zelf een restaurant te beginnen? Nou, ik heb natuurlijk altijd in restaurants gewerkt en dat was altijd een soort van uitgangspunt. Van ja, ik wil later mijn eigen restaurant als ik daar aan toe ben. En ja, aan het kijken geweest voor een pandje in Amsterdam, in Haarlem, ook in Utrecht. Het wilde allemaal niet vlotten en toen kwam dit voorbij. En ja, dat ging eigenlijk redelijk snel. Binnen 3 weken was het bekeken. Dus, Je hebt voorheen in echt wel sterrenrestaurants gewerkt, internationaal ook. Kan je invloeden daarvan nog terugzien in jouw eigen restaurant? Nou, ik weet niet of je daadwerkelijk directe invloeden daaruit terugziet. Ik ben een beetje van het hele gefriemel, zeg maar, op het bord ben ik echt wel afgestapt. Het is niet zo dat ik ineens al mijn principes overboord gooi of dat ik heel anders ben gaan koken. Maar ik ben wel meer gaan kijken naar de smaken die op het bord liggen. Ik wil het niet te veel smaken, ik wil het beperken. En ik denk dat we gewoon natuurlijk wel moderne technieken gebruiken, maar minimaal. Echt alleen voor de noodzakelijke dingen. En daarnaast denk ik dat ik een hele lichte keuken heb en dat waarderen onze gasten tot nu toe enorm. Wat we leuk vinden om te doen en wat we ook wel belangrijk vinden, waar we waarde aan hechten, is echt meelopen vanuit de keuken met de gerechten. Dat geeft een extra dimensie aan tafel. Mensen vinden het leuk om de chef te spreken. Maar de interactie tussen de voorkant en de achterkant is ook heel belangrijk. Als dat niet klopt of de hiërarchie is te heftig, dan merkt de gast dat ook die aan tafel zit. Het is bij ons heel los. De bediening loopt in spijkerbloesjes, sneakertjes en deze leren schorten. Wij in de keuken lopen daar ook in. De muziek staat net even een tikje harder, vaak een beetje dance. Ja, weet je, dat is leuk, dat mag, dat kan. Ja, dat is ook redelijk van deze tijd. Maar wat heel erg belangrijk is, dat de kwaliteit op het bord ligt en de mensen genoeg eten. Ik bedoel, je eet 5 gangen voor €48, dus niet heel veel. Maar wat je presenteert en wat je brengt op het bord, dat moet wel genoeg zijn. Dus dat is onze filosofie en dat moet ook wel echt uitgedragen worden. Maar we vinden het echt leuk om met elkaar te werken. Als die chemie weg zou zijn, dan merkt de gast dat meteen.